Voor NEC staat de na-competitie op het programma. Donderdag speelt de Nijmeegse ploeg eerst een uitwedstrijd tegen Emmen. Afgelopen zondag werd gewonnen door de mannen van Ron de Groot. Overheerst dan de teleurstelling van de na-competitie of het gevoel van de overwinning? De dag daarna eventjes, maar we zijn alleen gefocust op Emmen. Wat geweest is geweest, we draaien ook niet meer terug. Dus we moeten de pijlen richten op morgenavond en dat is het allerbelangrijkste. De voorgaande wedstrijden tellen niet meer, we beginnen gewoon weer vanaf nul. En je moet zorgen dat je op het einde aan de goede kant valt. Gelderlander clubwatcher Gerard Borgman denkt er het zijnde van. Ik denk allebei. Zeker als je achteraf de scenario's hoort wat er in Deventer is gebeurd. Met een paar late ontsnapping voor Sparta. Nog een paar fouten van de keeper van Go Ahead. Dan besef je hoe dicht je er eigenlijk bij bent geweest. Maar tegelijkertijd merkte je wel heel duidelijk dat de tweede overwinning op rij natuurlijk het vertrouwen hier enorm goed heeft gedaan. Emmen is een counterploeg, net zoals NEC afgelopen zondag speelde. Dus er moet omgeschakeld worden. Ja, dat zal moeten blijken. Ik weet niet wat Emmen wil. Misschien wel eens wel vol op de aanval. Dus dat ze afwachten. Kijk, wij spelen gewoon het eigen spelletje. Gewoon simpel. Niet te moeilijk doen. Goed vanuit de organisatie. En daar proberen vanuit de organisatie goed in het voetballen te komen. En ook kansen te creëren. En dat is het allerbelangrijkste. En dan is daar weer het geweldige kunstgras. Als je ziet in Nederland hoeveel verschillende soorten kunstgrassen er zijn. Ja, dat is extreem. Dus het ene veld is het andere niet. Dus kunnen we hier wel op gaan trainen. Ja. Ze zijn het wel gewend in de voorgaande maanden. Af en toe ook op kunstgras getraind. Dus. Maar goed, morgen is weer een ander kunstgras als wat hier ligt. Dus veel invloed zal het niet hebben. Na twee overwinningen moet er natuurlijk weer gewaakt worden voor de zogenaamde onderschatting. Nou, dat is per definitie een gevaar dat erin kan sluipen, onderschatting. En een tweede gevaar is denk ik dat het verschil in druk vrij groot is tussen een ploeg uit de eerste divisie die eigenlijk niets te verliezen heeft en een ploeg uit de eredivisie waar de druk heel groot is als het misgaat. En daar weet Jeffrey natuurlijk ook van alles van. Nee, bij de supporters leeft misschien, of bij jullie leeft dat misschien zo, maar bij ons hier zeker niet. Kijk, wij moeten zorgen dat we scherp zijn vanaf de eerste minuut en daar gaat het om. En het gaat over vier wedstrijden en op het einde van de rit moet je zorgen dat je gewoon lijstbehoud hebt. En dat is het allerbelangrijkste. Donderdagavond om 8:45 in het Drentse Emmen en natuurlijk live te beluisteren via N1. De na-competitie. FC Emmen tegen NEC. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.